Er zijn een aantal wetten die maken dat LGBT-personen niet dezelfde rechten hebben als hetero-personen. Dat zegt Joey Lansdorf, bestuurslid van het LGBT-platform in Suriname. Elk jaar wordt op 11 oktober Internationale Coming Out Day gevierd. Deze dag is in het leven geroepen om de bewustwording over de LGBT-gemeenschap en hun rechten te vergroten. Lansdorf vindt deze dag ook belangrijk omdat het anderen kan helpen uit de kast te komen. Op World Coming Out Day worden ook richtlijnen gegeven hoe dit het beste te doen. Coming Out Day is heel belangrijk omdat het voor heel veel mensen een terugblik is op de dag of het moment dat ze uit de kast kwamen. Ze delen hun verhaaltjes met elkaar en het is heel belangrijk omdat mensen die nog niet uit de kast zijn, daar misschien ook kracht of moed kunnen putten uit hun verhaaltjes. En zoals hele richtlijnen om hoe uit de kast te komen en als ze uit de kast moeten komen überhaupt. Dus daarom vind ik Coming Out Day heel belangrijk, omdat we een experience delen met elkaar en iedereen vertelt hoe het bij hun allemaal is geweest. De acceptatie is belangrijk omdat, kijk, een stukje zelfacceptatie is sowieso belangrijker, maar als we kijken naar de mensen, we hebben meestal wel de validation van andere mensen nodig om te bloeien en te groeien. En vooral de mensen om ons heen zijn de mensen die we ons heel lief hebben gekend en we rekenen op ze, we steunen op ze. En het is dan super belangrijk dat die mensen ons eigenlijk die push geven en ons accepteren en ons omarmen. En het is eigenlijk bewezen dat als je familie, je naaste familie je eigenlijk accepteert en waardeert als hoe je bent, dat je eigenlijk minder zorgen hebt of minder een probleem hebt om de wereld te laten zien wie je bent. Anno 2022 worden leden van deze gemeenschap nog steeds gediscrimineerd vanuit verschillende hoeken en om verschillende redenen. Volgens Lansdorf zou de stimulans ook moeten komen vanuit de beleidsmakers. Enkele van de struggles zijn geen gelijkheid, geen gelijkwaardigheid. Als we kijken naar bijvoorbeeld de wetten, bijvoorbeeld, er zijn een aantal wetten die eigenlijk maken dat LGBT-personen niet dezelfde rechten hebben als hetero-personen. Struggles zoals acceptatie van de ouders, de community, de kerk, de mensen om zich heen. Is er geen acceptatie, dus vandaar dat dat zijn ook een paar van de struggles waarmee ze dealen, maar natuurlijk ook een stukje zelfacceptatie en de discriminatie within de community zelf, dat zijn allemaal struggles waarmee de community hedendaags nog deelt. De wetten gaan niet zozeer over acceptatie, maar over gelijkheid en gelijkwaardigheid. Als we bijvoorbeeld kijken naar iemand die LGBT'er is, bijvoorbeeld kan geen kind bijvoorbeeld adopteren. En als we dusdanig samen met je partner. Je kan bijvoorbeeld niet trouwen. Dus dat zijn dingen die eigenlijk stremmen dat iemand zijn rechten beleeft. Ondanks de tegenslagen probeert de LGBT-gemeenschap op haar eigen manier bewustwording te creëren. Vooral in de Pride Month wordt de focus extra gelegd op het voeren van bewustwordingscampagnes. Het is geen keus. Zo is de persoon geboren en hij of zij kan er niets aan doen. Het is maar best dat je de persoon accepteert. En zo sluit Lansdorf af.